Jezus, wat is dit? Nou, dit is Jan Veen. Is wel een lekker wijf, hè? Nou ja, hoe heet die hoerentent ook alweer op de Amsterdamse straat in Utrecht? La Cloche. La Cloche. Ja, nou, die hebben... En hier, hoe heet die hier om de hoek? Hebben we er ook één? Boccaccio. Boccaccio. Zie je vanavond bij Boccaccio? Waarom is dit? Nee, maar La Cloche heeft toch gelijk... Maar Donnie, weet je? Ja, kijk hier, die roepen daar gelijk dat ik er aan solliciteren. Als ik ook nog dat Veronica in zijn ondergoed aan trek, ben ik helemaal welkom. Oké. Okay. Nee, dat heeft te maken met Maradoni. Dat is jouw vriend, Maradoni. Ja. Maradoni heeft een clip uitgebracht. En nou, misschien kun je een klein stukje laten zien van die clip. En dan kan je misschien iets... Ben een man van money and flames. Oh, bellen gauw. Ik rook Barry Hayes. Chillend in mijn eigen space. Kan het zeggen tot het dak, maar ik heb hoogtevrees. Fuck hoe ik hem draai, flexibele tink. We gaan hoe en hak. Ben in jouw link. Steek hem op. En zo heeft al die Frans Bouwers zit daarin en Martin Koolhoven. En er zijn allemaal bekende Nederlanders in. Maar het is best grappig, toch? Hè? Ja, nee, het is best grappig. Maar we hadden het nou net over een band die speelt... en een mevrouw die gewoon een liedje zingt. Ja? Maar dit heeft toch niks met kunst te maken, deze onzin? Het rap is toch helemaal niet zo lelijk? Ik vind het best wel aardig. Die nieuwe generatie vindt ja, het wel leuk. Ja, daar hoef je echt helemaal niks voor te kunnen, voor het rappen. Vind je dat? Dat ja. Ja, dat ben ik niet helemaal met je eens. Die goede rappers kunnen echt wel wat, toch? Ja, dat hele snelle tekst... wat kunnen ze dan? Nou, snel teksten opbrengen. Nou ja, goed, als je niks vindt, dan gaat er ook een discussie over. Nee, ja, nee, maar het is mijn ding niet. Vind je niet een lekker nummer? Nee, ik heb er helemaal niks mee. Nee, ik heb er helemaal niks mee. Je bent gelijk helemaal in je rol, hè? Hoppata. Nou ja, dat heb ik weer een beetje... Ja, heb ik van jou geleerd, Jan. Ik heb die jongen of die vrouw ontmoet van de week. En ze zei, doet die drie gasten de groeten? De Bo, die lijkt er een beetje op. Oh, die Bo is Speelbeke. Ben jij ook ongebouwd dan? Of, zit daar? Nee, hey. Dat is één moment. Hey? Kijk, Bo Speelbeke, daar sta je gewoon, Bo Speelbeke. Ja. Heeft Bo zijn tong nog in je oor gestoken? Ja, hij mag je drie zoenen geven, zelfs in die gabro. Nee, dat niet. Ja, maar ik moet zeggen, hij vond het wel leuk toen hij zat te dollen met hem. Hè. Hij vond het niet erg. Nou, toen ik hem belde wel. Nee, gelijk op. Dus nu, op elke ding is hij aanwezig nu, hoor. Ja, maar het is ook heel normaal, hoor. Als je naar je 58 nou, ik dacht dat hij zijn piemel eraf had gehaald en een sterk water had gezet. Maar ze hebben hem naar binnen gebouwd, dat ding. Dus mocht je zo denken, dan kan het er allemaal zo weer uit, bedoel je? Of... Zo is het, ja. Dus als je hem een klap op zijn kont geeft, dan vloept hij eruit. Ja, dan komt hij eruit. Nee, maar dat is echt een toffe gozer. Ja, maar hij zal jou toch ook wel hebben zien dansen dan? Want dat moet hem ook aangesproken. Of haar heb je aangesproken. Ja, dat toch, hè? Ja, goed, want kijk, je kan wel over mij beginnen. Maar als ze dit ziet, dan staat Bo te druppelen, hoor. Ja, dan 100%. Ja, we zijn lekker bezig met z'n allen en daar moeten we ook van blijven. Vroeger van die spelers, die ken je wel, die hun piemel helemaal zo en dan helemaal weg konden. Ja, maar ja, als dan een kan je lopen. Als dan kan je lopen natuurlijk. Nee, die kwamen dan uit de douche, maar die... Ja. Wilt u nog meer van deze kostelijke video's zien? Dan kunt u zich abonneren op het YouTube-kanaal van Veronica Insight.